Staat u achter de staking? Ja, 100%. Ik sta wel achter de stakingen, want ik denk dat de leerkrachten wel degelijk meer geld verdienen dan wat ze nu krijgen. Ik sta zeker achter de staking. De vorige staking was afgelopen 27 juni. Juf Marga Jongsma vertelde waarom het werk voor de klas zo zwaar is. Er moet gewoon meer geld naar het onderwijs. En doe wat er beloofd is. Geef die meer handen in die klas. Hier is Michiel Jongewaard het mee eens. Hij is voorzitter van de vereniging Openbaar Onderwijs en hij merkt dat de kwaliteit van het onderwijs onder de situatie lijdt. Op dit moment staat het erg onder druk, die kwaliteit. En ook met de werkdruk in het onderwijs is het echt niet goed gesteld. Dan moeten we stoppen nu met beknibbelen en tegemoetkomen aan wat we als samenleving willen, namelijk goed onderwijs. En dus zijn morgen zo goed als alle basisscholen in Amsterdam de hele dag dicht. Roel Pieters is vader van een dochtertje en zal morgen voor haar thuis moeten blijven. Maar ook hij sluit zich volkomen bij Jongewaard en de andere ouders aan. We hebben het over het onderwijs van de kinderen, de burgers van morgen. Die ook goed de maatschappij in moeten en hun bijdrage gaan leveren. Dus ja, die moeten goed beginnen in hun leven. Want als het nu niet gebeurt en als het in Den Haag nu niet doorklinkt dat het onderwijs echt in de lift moet en dat we moeten stoppen met beknibbelen erop, dan weet ik het ook niet meer. Of Den Haag luistert, blijft afwachten. Bij basisschool De Oostelijke Eilanden hebben de kinderen in ieder geval wel zin in een dagje vrij. Ik ga tv kijken. In ieder geval niet naar school? Nee! En daar zijn we blij mee? Ja!